start is gevallen. Paarden zijn onderweg. Night Rain Boko is goed weg. Aan de binnenkant Quick Bow die net zo hard meegaat. En aan de buitenkant Vamos CD. Langweg Senior gaat in zijn beste Duits uitleggen dat hij graag naar binnen wil. En Niemchik doet net alsof hij dat niet snapt en gaat binnendoor met Quick Bow. Night Rain Boko kan er nu achter. Vamos CD is onderweg naar voren, die wilde niet achter. En daarachter aan de relingszijde ligt Man of Steel. Heel veel tempo in de beginfase. Eén deelnemer moet drie dik, zelfs vier dik. En dat is Michel Rotegatte met Everytime Glory in het midden van het veld. En ook die is onderweg naar voren. Er komt een enorme opening op de klokken. Als die inmiddels ook weer werkt, gaan we dat zo meteen zien. Quick Bow gaat hem neerzetten. Komt onder druk van Vamos CD en de opening is 1-10-6. 10-6 voor Quick Bo, die niet afgeeft. Vamos CD blijft aan de buitenkant hangen. Daarachter aan de reddingzijde Night Rain Boco. Daarachter Galopade van Everytime Glory. Everytime Glory springt weg, lag vijfde... Uitgeschakeld nummer 8. Nummer 8, Galop. En achter Nimchik schuift het veld nu wat in elkaar. Paarden komen de rechterlijn voor de tribune in. QuickBow leidt daar. Famos CD is aan de buitenkant blijven hangen. Heeft inmiddels Elita Endal achter zich. Achter Elita en Dal gaat ook mee naar voren. Het nummer 10 van Nicole Boldwin. Paarden in de rechterlijn voor de tribune. En zo gaan we de tweede tussentijd krijgen. Dat is al lang geen 1-10 meer. QuickBow gaat hem neerzetten. En zet 1-15-8 neer. De eerste kilometer onder de 13. En zo gaan ze de laatste kilometer in. QuickBow, Night Rainbow Coop. Vamos CD aan de buitenkant, dan Man of Steel aan de binnenkant, dan Elita in Dal. Daarachter aan de relingzijde ligt Kooiman met uh, Nadjara Beukenswijk. Daarnaast in het tweede spoor loopt uh, Nicole Boldwin... Wordt gevolgd door Cardisha. Daarachter ligt Jaap van Rijn met uh, Eos Vont. Die ligt ver weg. Hetzelfde geldt voor uh, Misha Brouwer met Nex Goodwin. En uh, achter het veld, maar die is uitgeschakeld, ligt uh, Everytime Glory. Paarden voor de laatste keer in de rechterlijn overzijden. En de Duitse kampioen die dicteert nog steeds het tempo. Quick Bow, die leidt aan de buitenkant. Vamos CD. Langweg senior houdt uh, Night Rain Boko bij de les. 18-2 was nu maar de tussentijd. En daar komt drie dik de aanval van een Vos. En dat is Nicole Boldwin. Nicole Boldwin gaat drie dik in de aanval. En ze gaan op weg naar de laatste. Bocht. En daar gaat de koploper nog versnellen. Famous CD doet dat niet meer, die valt ietsje terug. En inmiddels zijn ze halverwege de Charda bocht En daar lijkt nog altijd Quick Bow. Quick Bow, daarachter aan de relingzijde ligt Night Rain Boco. Man of Steel gaat naar het tweede spoor, die ziet er goed uit. En zo komen ze in de laatste rechte lijn. Night Rain Boco nu ook van de reling af. Man of Steel aan de buitenzijde gaat de versnelling inzetten. Man of Steel aan de buitenkant lijkt beter te gaan dan aan de relingzijde Quick Bow. Helemaal aan de buitenkant komt ook Eos Font nog aan. Maar het is Man of Steel die leidt. Man of Steel... Gaat Winnen voor uh, Hanni van der Leden. Man of Steel is de winnaar. Nightrain Boko is tweede. Eos vond waarschijnlijk nog net derde. En vierde Quick Bow. We hebben de foto voor de plaatsen nodig. 14-6 voor de winnaar.